We zijn te gast vanmiddag bij Mark en Petra Bleker met hun dochters Lieve en Merel. Lieve, welke groep zit jij? 6. En Merel? Groep 4. Groep 4, jij gaat de communie doen binnenkort. Maar jij bent samen met Lieve ondertussen al bijna een jaar ook missionaar, hè? Ja, heel goed. Nou, jullie zijn een echtpaar, een gezin. En Petra zit er natuurlijk bij. Samen hebben jullie een bedrijf. Dat heet Corrie. Wat betekent dat? En wat doen jullie als bedrijf, Corrie? Ja, Corrie komt uit het Nieuw-Zeeland. Het is een Maori-term voor een nieuw begin. Hoop van ontluiken, van donker naar het licht. En wij begeleiden mensen die zelf problemen hebben naar een stabiel leven. Dus we hebben ze met huisvesting, met inkomen, met dagbesteding, wat er nodig is. Ja. Ik heb begrepen, jullie doen dat met z'n tweetjes. En jullie hebben ook een aantal mensen in dienst. Ja. Maar vandaag waarom we hier zijn, is eigenlijk aan de centraal vandaag, zo zit je hier ook, Mark, als vader. Ja. Want eigenlijk is er iets heel vreemds aan de hand. Als iemand zich God zou noemen, dan zou je zeggen, hoe durft hij? Ik ben God. Maar er is wel iemand, en er zijn veel mensen, die zeggen, ik ben vader. Ja. Net zoals God, die wij vader noemen. Nou, God heeft dat bedacht. Dat heeft bedacht dat een vader eigenlijk iets mag doen wat God als vader ook voor ons doet. En daarom de vraag aan jou, Mark. Wat doe je voor je kinderen? Ja, heel bazaal. Ik zorg voor eten, voor drinken, een dak boven hun hoofd, maar ook voor een stuk veiligheid. Ik mag ze ook begeleiden naar een stukje volwassenheid, waarin ze zometeen het hopelijk zelf inderdaad ook kunnen gaan redden. En daar probeer ze zo goed mogelijk in te begeleiden en hem voor te bereiden. Lieve en Merel, wat doet papa en mama voor jou? Papa vooral vandaag. Vandaag zorgt hij vooral goed dat wij gewoon ons ding kunnen doen. Dat hij alsnog voor ons zorgt. Dat wij te eten en te drinken hebben. Mm-hmm. En dat wij ook bijvoorbeeld, als wij iets willen doen, dus bijvoorbeeld vandaag wouden we ook iets doen, en dat willen we dan alleen doen, dan kunnen we dat ook doen. Ja, maar doen jullie ook altijd wat papa en mama van jullie vragen? Soms. Lieve. Soms wel, soms niet. Ja. Ja. Zijn jullie wel ook eens echt stout geweest? Zijn jullie toch engeltjes? Of ben je ook wel eens echt stout? Echt stout. Ook echt stout. Je bent heel eerlijk, Merel. Ja? Ja, het gebeurt wel eens inderdaad. Ja. Ja. Maar kan papa dan ook wel eens boos worden? Ja. Ja. Is het ook ooit zo ver gekomen dat papa zei, nou, ga maar naar buiten, zoek maar een andere papa en mama. Nee. Zou je dat ooit doen? Nee, omdat hij van ons houdt. Ook al zijn we een beetje verdrietig, daarna is alles weer goed. Mm-hmm. Dus ook als je, dus hij vergeeft jou jouw schuld. Ja? Ook al moet je af en toe strijken, hij vergeeft jouw schuld. Hè? Maar een vraag aan Mark. Als je doet nu wat je kunt, als vader, dus ondersteunt samen met Petra natuurlijk. Ja. Maar wat zie jij in de toekomst voor jouw kinderen als het grootste gevaar? Voor welke bekoring, voor welke beproeving maak je misschien het meeste zorgen? Dat je zegt, goh, dat zou ik erg vinden als ze daaraan ten onder gaan. Als er misbruik van hun gemaakt wordt, of van hun goedheid misbruik gemaakt wordt, en ik niet meer in staat ben om die bescherming daartegen te kunnen bieden. Ja, ik kan me voorstellen dat je hen wil behoeden voor al het kwaad. En tegelijkertijd zul je hen ook los moeten laten. Ja. Dat lijkt me een enorme spanningsveld, want kijk, het zijn nu nog lieve meisjes. Ja, af en toe. Meestal zijn het hele lieve meisjes. Over 10 jaar, ja. Oef, wie weet hè, kijk je ook wel eens 10 jaar vooruit? En ik weet inderdaad, Merel kan nogal impulsief zijn en vindt het erg leuk om feestjes te vieren en dingen uit te proberen en ook op sociaal gebied. Lieve is wat rustiger, kijk wat meer de kat uit de band. Zijn twee eigen karaktertjes wat dat betreft. Maar goed, Merel kan in al haar goedheid en enthousiasme misschien ook op plekken terechtkomen. Of met mensen omgaan wat ze achteraf misschien spijt van heeft gehad. Ja.
Maar stel, een van die twee doet echt domme dingen. Zou ze terug kunnen komen? Altijd. Eigenlijk lijkt je een beetje op God, God de Vader. Hè? Volgens mij heb je zelfs het kapsel een beetje zoals God de Vader soms wordt uitgebeeld. Nu, in het evangelie van vandaag leert Jezus ons, ja maar mijn Vader is ook onze Vader. En wat hij dan zegt is eigenlijk alles wat wij merken bij zo'n vader, als Mark wil zijn. Namelijk God zorgt voor het dagelijks brood. Alles wat wij brood nodig hebben. En wij mogen, zo leert Jezus ons in het evangelie, in dat onze vader zeggen, vergeef ons onze schuld. En we mogen erop vertrouwen, God, onze vader, vergeeft ons altijd als wij naar hem toe komen. En wij mogen hem vragen, behoed ons voor het kwaad, voor alle beproevingen. En uiteindelijk wil hij ons behoeden dat wij ja, in het kwaad, in het egoïsme, in zoveel verkeerde dingen ten onder gaan. En daarom stuurt hij zijn zoon, die ons bevrijdt en losmaakt. En die zegt maar, je hebt een vader in de hemel. Mark, hartelijk dank dat jij zo'n vader voor jouw kinderen wil zijn. Dat kan natuurlijk alleen maar met Petra aan je zijde. Ja. Maar over moeders spreken we een andere keer. En ik wens jullie als gezin ook God zegen toe. Dankjewel. Dank u wel.